Filly. Van vandaag, Annemarie Verstappen prijs. Ook zij is jarig vandaag, zonder de vijf Bo Buitenzorg. Nog 100 meter. 50. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Boy Petnik en Adel van Jip die betwisten elkaar de leiding. Waarbij in het gedrang ook paard nummer 3 van de benen gaat. En dat is Belle Amie. Deelnemers gaan door de bocht op weg naar de overzijde. Uitgeschakeld nummer 3. 3 galop. Van de baan met Adel van Jip, aankop van het veld. Op de tweede plaats hebben we dan Boy Petnic. En aan de buitenzijde komt dan een tussenaanval van Lizzy Lane. Andere tactiek vandaag van Patrick de Haan. Gas erop en de kop overnemen. Op de vierde plaats hebben we dan op 2,5 lengte. En die draaft makkelijk op dit moment Bandit Boko. Deelnemers gaan de verder linkerbocht in. Nieuwe koploopster en dat is Lizzy Lane. Lizzy Lane, 1,5 lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde John Dekker met Adel van Jip. En achter Adel van Jip is er dan aan de binnenzijde Boy Petnic. En dat zijn de eerste 3 met verderweg in het veld dan de nummer 6 Bandit Boko. Achter Bandit Boko meldt zich aan de relingzijde Riba Sycamore. En daar gaat Boy Petnic van de benen. Wordt naar de buitenkant van de baan genomen en valt er inmiddels weer voor. En gaat weer de contra-aanval in. Daarachter is er dan nummer 9 aan de buitenkant. Gentle Pine krijgt een aansporingtje vanuit de start van het veld. Komt nu naar het tweede, circa derde spoor. Paard nummer 7, Britt Buitenzorg. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan, zit Boy Petnic nog altijd 3 dik. Maar die gaat wel proberen nu wat positie te verbeteren. Doet dat samen met Ruud Pols en zijn Bandit Boko. En Gentle Pine probeert mee te gaan. Maar vooralsnog wordt die Patrick de Haan daar nog niet erg warm of koud van. Hij dicteert het tempo met zijn nummer 8, Lizzy Lane. Lizzy Lane op de tweede plaats Adel van Jip krijgt een geweldige koers op maat. Aan de buitenzijde Bandit Boko, Arriba Sipkamor, die heeft geen meter te veel gelopen. Geen positie voor Boy Petnic en in het tweede spoor trekt nog altijd mee Gentle Pine. Daarachter gaat Britt Buitenzorg makkelijk mee en op de laatste plaats is er weer aansluiting voor Belle Amie. Deelnemers gaan door de finish met een ronde te gaan en nu komt Britt Buitenzorg serieus naar het derde spoor en die gaat proberen of daar herhaling vooraan nog wat halen. Herhaling uitgeschakeld, nummer 3, herhaling 3.
En het is daar dat Lizzy Lane nog altijd leidt. Maar Bandit Boko gaat nu serieus de aanval zoeken. En deze twee paarden die liggen dan iets voor die nummer 4 Adel van Jip. En er komt inmiddels bij aan de buitenzijde paard nummer 7 Britt Buitenzorg. En ik denk dat deze vier paarden de prijs onderling gaan verdelen. Waarbij de volgorde nog niet bepaald is. Lizzy Lane, buitenzijde Bandit Boko. Maakt een sterke indruk, maar heeft ook een zware koers gehad. Adel van Jip moet even passen en krijgt een aanval van een sterk lopende Britt Buitenzorg. En zo gaan de deelnemers dan af op de laatste rechte lijn. En heeft Lizzy Lane de aanval kunnen pareren van paard nummer 6 Bandit Boko en komt aan de buitenzijde dan Britt Buitenzorg naar de derde plaats. Dit is de laatste rechte lijn en het is Lizzy Lane die voorsprong heeft op Bandit Boko. Lizzy Lane versnelt aan de binnenzijde en klopt Bandit Boko. Lizzy Lane de winnaar, de 8, de 6, de 7 en de 4 en dat is voorlopig.